Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Wolken in onze omgeving, maar juist in de aanvoerrichting zitten soms ook wat gaten. En dat betekent dat de zon van tijd tot tijd kan schijnen. Maar wolken zien we toch wel vaak in de overhand en hier en daar kan er ook een enkele bui vallen in de ochtend. De temperaturen liggen zo tussen de 18 en 21 graden. Vanmiddag loopt het kwik wat verder op. We moeten geluk hebben voor deze waarde. Vooral die 26 graden in het westen van het land zou wel eens een moeilijk haalbare kaart kunnen worden. Maar in het oosten kan het toch wel 28 graden worden. In de loop van de dag weer kans op een regen- of onweersbui en blijven ook wat opklaringen tussendoor. En de wind waait matig uit het zuiden tot zuidoosten. In de avond daalt de temperatuur langzaam tot 21 graden. Morgen wordt het maximaal 22 tot 24 graden. Eerst is het droog met zonnige perioden, maar in de loop van de middag neemt toch de kans op een regen of onweersbui van het zuiden uit weer toe. Wind draait langzaam naar het zuidwesten en wordt vrij krachtig bij zee. Vrijdag, zaterdag en zondag ligt onbestendig weer. Met vrijdag niet al te veel buien, maar als het tot een bui komt, kan er nog steeds onweer bij zitten. Zaterdag en zondag gaat de temperatuur verder omlaag en komen we rond of net onder de 20 graden. Uit. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl